Tendercasting, ja ja, Marie Blanken. Soundmixer Laura Zonneveld. Kostuumontwerp Pieter Nicolai. Make-up en hair design Jacqueline Hogendijk. Production design Florian Lechters. Sound design Arno Willemsen en Marta Helle. De muziek was in de goede handen van Bert Wizard en Splitter Inc. De ijzersterke en autokomische montage was van Julian van Dimbergen. De DOP was Ave Hollander. Scenarist Richard Kemper. Regisseur Anielle Wetzler. En dan de... En dan de circus. Uw handen op elkaar, dames en heren. Leo Alkemade, Skip Rijsmuller, Bonnie Mulder, Victoria van Enkel, Paul Warentonska, Jim Bakken, Kari Gerardes, Loes Luca, Jelka van Houten en Eva van der Weijenveld. Ja. Ja, we hebben deze keer dan toch ja. Ja, dat zie je. Geef ze nog een opwassen en applaus. De cast en crew van Huis Gouden Zari. Het woord is aan de producent. Het woord is aan Rick Emmelkes. Ja, goedenavond allemaal. Wat ongelooflijk mooi om hier te staan met dit Tuschinski, dit geweldige theater. Jezus, dat heb ik hiervan gedroomd. Ik heb een speech thuis laten liggen, dus sorry, ik ga het niet al te lang maken. We willen toch wel aan de drank, denk ik. Ja, ik ga dus niet iedereen opnoemen, maar ik wil wel van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die aan deze film heeft meegewerkt, echt vanaf de runner tot aan de casting, tot aan de regie, productie, alles, alles en iedereen ongelooflijk bedankt. Ik ben onvoorstelbaar trots op deze film. Ja, dit is mijn eerste film. En ik hoop dat jullie een leuke avond hebben gehad. Maar het is, ongelooflijk om te zien. Het is vaak een soort puzzel die in elkaar moet vallen. En soms heb je zo'n productie waar het allemaal in elkaar valt. En dit is er zo eentje, waarin het begin, inderdaad, het begin waar ik mee begon 3 jaar geleden, toen dacht ik van god, ik moet nu een keertje film gewoon van de grond trekken. Ik heb al 17 jaar maak ik theater. In de eerste plaats wil ik iedereen bedanken en mijn team bedanken die theater doet, want die hebben ervoor gezorgd dat ik rust kon krijgen om ook film van de grond te trekken. En ben ik 3 jaar geleden begonnen met een voorstelling die we 5 jaar geleden hebben gemaakt, Huisvrouwen Monologen. Daar is deze film op gebaseerd. En toen zocht ik een jonge hond eigenlijk die het filmteam zou gaan versterken en waarmee ik dit hele gebeuren van de grond zou kunnen trekken. En daar heb ik iemand die gevonden 3 jaar geleden. Toevallig gingen we samenwerken. Frank Groeneveld. Ja. Ik kom nu nog bij een andere editie om erbij te gaan weg is. En dat bestaat er niet meer. Maar tegenwoordig zit hij gelukkig bij ons. En inmiddels kan ik zeggen, is hij niet alleen vader geworden deze maand. Heeft hij een huis gekregen deze maand. En is hij ook een partner geworden in de filmtak in ons bedrijf. En daar ben ik ongelooflijk trots op.